Welkom bij het weekoverzicht van 010 Nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Kijk mee naar een aantal fragmenten van de reportages die we deze week gemaakt hebben. De volledige reportages zijn online terug te kijken op openrotterdam.nl. Als stad Rotterdam komen we vaak als betere uit de bus als het gaat om toiletvriendelijkheid. Je kunt hier dus relatief makkelijk naar de wc als je moet. Maar zeker in tijden van corona blijkt dat toch net wat anders in de praktijk. Ondernemers op de markt op de Binnenrotte doen het in hun eigen bus. En in winkelcentrum Keizerswaard heeft men last van plastoerisme. Ik hoor net een enorme klacht hier van mijn marktvriendin. Die kan niet kakken. Ja, ze kennen het wel, maar ze weet niet waar. Want hier staan twee hele vieze dicties. En dan is er een openbaar toilet en er zwerven ze in. Dan gaat mijn vriendin toch niet meer lopen te lopen kakken. Daarom. Nella staat al bijna haar hele leven op de markt. En daarmee heeft ze een heleboel gezien en meegemaakt. Dat ze tegenwoordig op een emmertje in haar bus naar het toilet gaat, is een nieuw dieptepunt. Wij zijn hier 's morgens om 4 uur al aan de markt. En als je dan de grote behoefte moet doen, heb je een probleem. Dan heb ik dus een emmer in mijn bus staan. Daar gaat dus een speciaal tasje in. En dan wordt dat dus weggegooid in de prullenbak. Ze is trouwens niet de enige, want een heleboel mensen op de markt doen sinds de corona-uitbraak de behoefte in hun eigen bus. Ja, we moeten wel. Ja, het is niet anders. En dat is voor de jongens niet erg, die kennen we buiten. Dus ik heb speciaal voor de dames, als het niet anders kan, een pottypot bij. In de hoogste uitzondering. Er zijn natuurlijk wel toiletmogelijkheden, maar te weinig en schoon zijn ze al helemaal niet. Nou, dan moet je echt doorlopen. Dan hoef je niet meer, toch? En nu, je ziet het aan de bril. Dankjewel, zeg ik dan. Sinds de horeca dicht is, kunnen zowel kooplieden als bezoekers van de markt enkel gebruik maken van deze nog openbare toiletten. Als ze open zijn tenminste. Oh, hey! Hij is echt geweldig! Maar het probleem is gewoon, we zijn met zoveel mensen en er staat nergens een degelijk toilet. Zowel niet voor de bezoekers als niet voor de kooplui. Mirjam is al 10 jaar arts en bijna volleerd neurochirurg als ze het roer volledig omgooit. Ze is ongelukkig in haar werk en daarmee ongelukkig in haar leven. Ze gaat datgene doen wat haar wel gelukkig maakt, namelijk bakken. Nu gaat ze elke dag vrolijk naar haar eigen bakkerij in Delfshaven. Op een vrij ongewone plek in Rotterdam staat een vrij gewone bakkerij. Een bakkerij die gerund wordt door Mirjam en ook wel een beetje door haar man Martijn. Sinds begin van dit jaar bakt Mirjam fulltime, maar daarvoor deed ze iets heel anders. Ik werkte in Amsterdam, in het toen nog AMC, nu Amsterdam UMC. En ik was daar in opleiding tot neurochirurg. Maar ik begon me eigenlijk steeds ongelukkiger te voelen in dat werk. Ja, het was gewoon geen goede match. Dat werk en ik. En het lukte me niet om dat plezier weer te hebben. En die spanning die het in het begin had gegeven, dat werd eigenlijk meer een soort, ja, voortdurend tegenop zien dat ik dat dan weer zou gaan doen. Mirjam was niet gelukkig in haar werk en daarmee niet gelukkig in haar leven. Net voor de eindstreep van haar studie besloot ze na 10 jaar te kiezen voor een ander pad. Nou, Mirjam vertelde mij op een gegeven moment van nou, ik hou op met dokter zijn. Ik vind het gewoon niet meer leuk. En ik denk dat ik iets anders moet gaan doen. Toen leek mij dat inderdaad ook wel een goed idee. Dat ik had dat wel de afgelopen jaren steeds vaker wel meegemaakt. Dat Mirjam eigenlijk steeds minder gelukkig was als ze naar haar werk ging. En toen heb ik het wel gelijk meegemaakt over hoe snel Mirjam het gewoon weer naar de zin kreeg. Maar ik merkte eigenlijk direct, nadat ik was gestopt, dat er een soort rust kwam. En dat ik ook echt totaal niet er naar taalde om weer terug te gaan. En toen wist ik eigenlijk dat dit, hoe drastisch ook, maar dat dit eigenlijk voor mij de juiste beslissing was geweest. Eneco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark aanleggen bij Maasvlakte 2. Zo kan het Rijk de verduurzamingsdoelen behalen zoals die zijn afgesproken in het klimaatakkoord. Maar dat lijkt wel ten koste te gaan van de surfers. Zoals de plannen er nu bij liggen komen er namelijk windmolens op het strand en in de branding.
Kitesurfen zou helemaal verboden worden in dat gebied en ook golfsurfers vrezen voor hun veiligheid. Haasvlakte 2 is een van de beste surfspots van Nederland. Er wordt hier ook heel veel getraind door de professionele surfers die wij rijk zijn en die wij hebben in Nederland. Onze zorg was eigenlijk gelijk van joh, wat voor impact gaat dat hebben op de kwaliteit van de golven die we hier hebben? Daar de Maasvlakte T veel verder in zee ligt en we hebben hier de Euregol liggen, dus de golven zijn hier eigenlijk, worden niet echt geremd en dus ook hoger en breken veel dichter onder de kant, waardoor je een bepaalde golf krijgt die je eigenlijk nergens in Nederland vindt en heel dicht tegen de hoge kwalitatieve golven zit van het buitenland. En wij zijn gewoon, maken ons ernstig zorgen om met name de veiligheid van de surfers, de houdbaarheid van de spot. En ook een stukje welzijn wat wij hier ervaren. Nou, momenteel zie je dus op de harde zeewering dat ze mooi boven op de zeewering geplaatst worden. En we zouden dat heel graag ook op de zachte zeewering zien. De reden dat ze dat op de zachte zeewering niet wil doen, omdat ze rekening willen houden met een kabelgoot waar leidingen door gaan lopen. Maar we zien daarentegen dat die harde zeewering, de molens wel heel dicht op de kabelgoot worden geplaatst. Dus dat is iets waar wij wat wij niet begrijpen, waar we graag een antwoord op willen zien. En daarom is zowel de Holland Surfing Association als de Nederlandse kitesurfvereniging met de nodige experts in de arm kritisch naar het plan gaan kijken. Thijs studeerde om gymdocent te worden, maar door corona gaan veel van zijn lessen niet door en dus besloot hij van lepels ringen te gaan maken. Dankzij Instagram blijft zijn ambacht niet ongezien. Hallo, welkom bij Thijs de Lepelaar. I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze. Ze noemen me ook de Lepelaar. Ik ben 24 jaar en ik woon in Rotterdam, in Hillegersberg. En ik maak lepelringen. En hoe waren het ineens twee? Dit is de spoon table. This is where we spoon. Nou, nu zie je dat er al een beetje een vormpje in begint te komen. Dus hij wordt al rond. Maar nu is het een kwestie dat hij gaat sluiten. Lepel, lepel en nog eens lepel. Thijs is nu ruim een half jaar bezig met het ombuigen van lepels naar ringen. Hij begon daarmee toen hij nog een opleiding tot gymdocent volgde. Maar dat lijkt nu toch echt plaats te maken voor zowaar een sieradenwinkel. Het was het is een voltijdstudie, de opleiding van gymdocent in Den Haag. Alleen door corona konden veel lessen niet doorgaan. Lessen als zwemmen, turnen, judo. Ja, dat zijn lessen waar je toch op minder dan 1,5 meter afstand met elkaar bezig bent. Dus die lessen die gingen er niet door. En dat was wel een beetje deprimerend. Dus ik heb nu de knoop doorgehakt om daar even mee te stoppen. En dit is begonnen als hobby. Thijs was altijd al graag in de weer met zijn handen. Toen zijn studie door corona stil kwam te liggen, begon hij eerst van alles te doen in en rondom zijn huis. Dit waren fragmenten uit het weekoverzicht van 010 Nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Kijk voor de hele reportages van het hele uur naar Open Rotterdam. Meer verhalen uit de stad vind je op openrotterdam.nl en onze social media kanalen. Volgende week is er weer een weekoverzicht. Tot dan!